Welkom. Kan je even je naam zeggen en je leeftijd? Ik ben Jika en ik ben 13 jaar. Ik ben Suzanne en ik ben ook 13 jaar. Jullie hebben net het ikbenoffline.nl ganzenbordspel gespeeld. Vertel eens over de opdracht. Wat werd je allemaal gevraagd? Er werd gevraagd als je een nieuw account hebt aangemaakt, welke foto's je er wel op zet en welke niet. En ja, zeg maar, het was een ganzenbord en dan modern, zeg maar. Modern, want jullie kennen het ganzenbordspel wel? Ja. Van, speel je dat nog? Ja, ik speelde dat vroeger altijd bij mijn opa en oma. Oh, oké. En nou gaat het over allerlei dingen die met media en apparaten en smartphones te maken heeft. Herken je een beetje wat in de opdrachten? Ja. Vertel. Het is niet alleen, het is niet alleen mobiel, maar het is meer gewoon het internet. Want ik zit eigenlijk alleen op mijn mobiel met Twitter en WhatsApp en ik bel en sms eigenlijk nauwelijks. Dus het is meer vragen over Twitter en foto's en online, maar het is wel leuk. Oké, en jij, hoe zit jij met internet? Ik zit niet meer vaak op mijn laptop. Ik zit eigenlijk meestal op mijn mobiel. En ja, ook Twitter en Facebook en ja, dat soort dingen. En de lastige dingen, ken je dat? Van dat je gewoon heel erg moeilijk dat ding weg kan leggen? Ja. Hoe doe je dat? Het is gewoon meestal of ik zet mijn mobiel gewoon uit of ik beloof mezelf van ja, als je nu eerst je huiswerk gaat maken en dan mag je daarna gewoon, heb je meer tijd. Want als je het er tussendoor doet, dan ben je langer met je huiswerk bezig. Mm-hmm. Dus meestal is het gewoon aan de kant leggen en als je eenmaal begonnen bent met je huiswerk, gaat het ook goed. Prima. Ja? Ja, vooral geluid uit. En vaak leg ik hem ook beneden en dan ga ik boven leren bijvoorbeeld. Mooi. En hoe vond je het spel om te spelen? Ja, gezellig. Want het is zeg maar ook wel, ja, je speelt het niet elke dag. Maar het is meer dat het is niet dat het niet leuk is. Maar het is gewoon dat je het niet altijd met z'n vieren of met meer bent. Dus dan is het niet altijd mogelijk om te spelen. Heel erg bedankt.